Wie heeft 115? Alsjeblieft. Mag je nog even vasthouden, want we hebben nog een paar prijzen. Oké, dan gaan we kijken. En die valt op nummer 61. 6-1. Nou, nu komen de leuke dingen weer, hè? 89, 77, maar niet. Ja, ging wel weer. En de laatste prijs deze ronde. Wat hebben we? Een slagroomtaart. Ja, die wil ik ook. Nee. Die willen ze hier voor Amber hebben. Dat zou niet. Nou, dan gaan we kijken of dat gaat lukken. Hebben jullie al wat verkocht? Ja, allemaal cakejes. En wie? En dan moeten ze zelf het cakeje versieren? Ja. En het gaat dus heel goed? Ja. Ja, dat is allemaal heel leuk. Alle cakes zijn al bijna op. En hebben jullie de cake zelf gebakken? Nee. Nou, heel veel plezier. En hoe gaan de zaken? Eigenlijk gaan de zaken heel erg goed. Ja, ondanks de regen? Ja, ondanks de regen. Misschien wel juist dankzij de regen. En hoeveel poffertjes zitten er in een portie? Ongeveer 10. Ongeveer 10? Ja, ik tel niet elke keer. We doen de helft, zeg maar. Eén bakje. Oké, en dan kunnen we kiezen tussen poedersuiker en stroop. Inderdaad, ja. Nou. En er gaat weer een verse portie in. Ja, had je er zin in? Nou, eigenlijk wel, maar we moeten weer door, hè? Dus ik hoop dat iemand anders de poppetjes gaat kopen. Als je tijd hebt, kom je me gewoon even terug. Okay. Kijk eens. En waar verkoop je dat voor? Voor je spaarpot? Nee, voor de Wijn en Vriendje Club, voor de dieren. Voor de dieren? Nou, dat moet je er dan wel bij zeggen, want dat is natuurlijk een heel goed doel, hè? Ja. En hoeveel kost die dan? 50 cent. Nou, dat is toch geen geld? Nee. Nou, dan wil ik hem wel van je kopen. Oké, dat goed. Even kijken hoor, hier in mijn zak.
Kijk. Alsjeblieft. En nog heel veel succes vandaag, hè? Dag. De Lions Rotary actie staan we hier voor het kerkje. En daar treffen we natuurlijk ook Joop Rietberg aan. Want het draait allemaal een beetje om Rotary Doctors Nederland. En daar maak jij ook onderdeel van uit, hè? Ja, ik werd voor de tweede keer namens Rotary Doctors Nederland uitgezonden naar Kenia, een vast project. En Rotary Doctors Nederland garandeert zorg voor de allerarmsten en continue zorg. Dus niet even een huisarts of een tandarts op een locatie, maar continu mensen daar. En morgen vertrek ik naar Kenia. En dan ga je als tandarts aan de slag? Ja, dat is zondagavond. Zondagavond kom ik pas aan op de plaats waar ik woon. En dan maandag meteen aan de slag. En ik denk dat ik een bult werk krijg. Want de afgelopen twee weken is er geen tandarts geweest. Dus ik kan er hard tegenaan. Nou ja, er zijn hier allemaal lekkere dingen. Koffie, thee met gebak, zelfgemaakt gebak, appeltaart, springkussen, worstenbroodjes, popcorn. Ja, ik ben aan het hamsteren, want de komende zes weken krijg ik... Zit dat er niet in, hè? Nee. Nou, een hele goede reis. Dankjewel. En we zien je natuurlijk graag weer terug met al je verhalen over zes weken. Ja, heel graag in gezondheid. Dan hoop ik iedereen weer terug te zien. Oké, tot dan. Op de bus.